Ah, goedemiddag, Daniel. Hey Mark, goedemiddag. Vorige keer hadden we het over de typische alfa-leider, waarvan het stereotype beeld is dat hij al borst en op tafel kloppend zijn zin krijgt en angst regeert en iedereen doet wel gewillig wat hij wil. Jij zei bij het gebrek aan empathisch leiderschap en zorg voor je troepen, medewerkers, blijf je doorgaans korter op je plek als leider. Je wordt er gewoon sneller uitgewerkt. Maar je zei ook, medewerkers zijn doorgaans dan slechter gemotiveerd. En uiteindelijk, niet uiteindelijk, maar in het begin heb je gewoon al slechtere productiviteit. Heel even kort refreshment en dan wil ik daar graag op ingaan. Klopt dat zo ver? Ja, dat klopt. En je ziet bij leiders dat ze op basis van borstgeklop, hè, dus een beetje het kweken van angst, dat ze wel leden van hun groep achter zich krijgen. Maar dat is altijd voor korte duur. En dat is in noodsituaties wel fijn als die apen jou gewoon volgen als er wat aan de hand is. Maar op de lange termijn moet empathie ook een plek hebben. En empathie is niks anders dan je inleven in wat een ander beweegt. En ook vanuit de andere kant kijken naar belangen dus van de anderen. En je realiseren dat als je op die manier ja, vertrouwen geeft, dat dan de intrinsieke motivatie wordt aangewakkerd. En dat vergroot betrokkenheid. Dus op het moment dat je die kettingreactie in gang kan zetten, dan krijg je die groep ook achter je. Maar dan omdat ze het zelf willen en omdat ze zelf snappen waarom dat belangrijk is. Dus je Dat kunt is wel een wel. verschil. En situaties waarin je meer onder druk staat als manager, als afdelingshoofd, als directeur, als DGA. Nu sta je vaker onder druk in een veranderende markt. Complexe omgeving, maar in een VUCA-omgeving blijft alles onder druk staan. Hè? Dat ook weer aankomen. En kun je iets zeggen over de neiging om toch bij complexe dingen, vooral in een klein groepsverbandje, te beslissen, snel te beslissen en de neiging te hebben om je zin door te willen drijven. Waarom is dat Ja, want. niet effectief of wanneer is dat wel effectief? Nou, het kan wel effectief zijn en dat is biologisch ook wel weer te verklaren. Op het moment namelijk dat je onder druk komt te staan, dan gaat ook bij degene die onder druk staat de hormonen spelen en het angstcentrum opspelen. Want ja, we moeten die deadline halen of als we dit niet presteren binnen 2 dagen, dan liggen we eruit. Bijvoorbeeld bij een aanbesteding, ik noem maar even iets. En dan winnen we die 30 miljoen opdracht niet. Dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat je dan. Als het ook een beetje in je karakter ligt en in je leiderschapsstijl, om dan zelf maar de beslissing te nemen. Want jij vertrouwt op jezelf meer dan op de rest, wellicht, in zo'n Dat situatie. En kan, ja. dan gaat de rest je wel achterna en anders leg ik wel uit waarom ik die beslissing heb genomen. Maar dan is die beslissing genomen, want ik heb geen tijd om nu nog met iedereen te overleggen. Nou, dat is dan ook precies wat in mijn ogen dan een denkfout is. Omdat er wel degelijk methodes zijn en middelen zijn om de mensen. Om wie het ook gaat en die je eigenlijk wel zou willen betrekken, maar omwille van het gemak en de snelheid dat even niet doet, om die juist wel te betrekken en om in een hele korte tijd Ja. ook hun mening en hun informatie op te halen. Wat vinden zij van die beslissing op voorhand? En als je dat in een hele korte tijd kunt doen, en dat kan dus, dan is het ook mogelijk om nog steeds zelf die beslissing te nemen, maar dan ben je wel gevoed door de input van je collega-medewerkers. En dan weet je ook dat daar draagvlak voor is als je die beslissing neemt. Of je wordt op een heel mooi idee gebracht, wat je zelf onder die druk niet had bedacht. En dan kun je je beslissing nog beter maken. Ja, Dus. want je kunt nog wel zelf willen beslissen, maar je kunt ook vragen, wat denk je dat het allergrootste obstakel wordt bij een snelle uitvoering hiervan? Ja. Dus je kunt, ja, ik zeg ook wel, hoe complexer de beslissing is, hoe sneller misschien de neiging is om de groep niet groot te maken. Hoe complexer de beslissing is, hoe meer de breincapaciteit nodig hebt van allen. En in een netwerkorganisatie wil je mensen als een networked brain benaderen, dat is althans Circulytics zie. En wil je gewoon nu 5000 mensen kunnen benaderen of 150 mensen van mijn afdeling die op dit moment op 150 locaties thuiswerken. En dat brein wil ik nu aanzetten en ik wil morgenmiddag weten welk obstakel zie je wat wegneembaar is. Welk risico lopen wij als ik vandaag deze beslissing neem? Je kunt volgens mij ook, wij zien ook wel dus bij directievere leiderschapstijlen. Zien we dat ze wel zeggen,
ik wil niet alleen maar zelf beslissen, maar voor de uitvoering heb ik iedereen nodig. En daar ga ik de mensen op bevragen. Ja. En dus dan een beetje met onze vorige opname vertelde je iets over dat de leider voor zijn troepen zorgt. Dat betekent niet dat je altijd aan de troepen overlaat wat een beste beslissing is. Nee. He, dat kan ook zijn gewoon alleen maar voor de implementatiekant. Wat is super slim om te doen en wat is extreem dom als ik dat over het hoofd zie. Ja. Dus dat... En je wil als groep, wil je verder. Dus het is wel leuk als je als leider die beslissing neemt. En als jij vervolgens vooruit gaat en je kijkt 100 meter verderop, kijk je achterom. En de rest zit daar nog, omdat ze toch zeker weten dat het niet de goede richting is die is opgegaan. Ja, dan red je het ook niet. En als je onder druk staat, dan ga je terug in de overlevingsmodus. En of dat nou apen zijn of mensen, dat is gewoon wat er gebeurt. Dus dan gaan ook veel basalere en ook ons onbewustere mechanismen gaan aan de gang. In je hersenen. En dat is iets wat je gedrag uiteindelijk stuurt. Dus als je daar dan, als je dat nou weet, en je kan daar misschien ook dus niet heel veel invloed op uitoefenen, omdat het nou eenmaal onbewust en onstuurbaar gebeurt, kun je nog steeds wel heel rationeel de beslissing nemen, om dan op zijn minst toch al die medewerkers even te vragen van, joh, als we die richting opgaan, is dat dan de goede richting volgens jullie? Wat ben ik vergeten? En wat kunnen we beter doen? En dan neem je die beslissing misschien een dag later, als dat allemaal kan, is het uiteindelijk dan beter voor de hele groep. En dat is natuurlijk wel waar je dan rekening mee moet houden. Dat je een hele groep mee moet krijgen. Ja. En er is niet altijd heel veel tijd, maar of je nou weinig tijd hebt of heel veel tijd, met de inzet van de dialogen van Circulytics, met de inzet van de methode die we hebben om mensen daadwerkelijk allemaal te betrekken bij die beslissingen die genomen gaan worden, zonder dat zij daarin de eindbeslissing hebben. Hè, want de verantwoordelijkheid en de eindbeslissing ligt nog steeds bij het management. Ja, dan kun je dus je groep als geheel veel verder helpen. En uiteindelijk, als je dan vervolgens in de toekomst nog eens een keer zo'n beslissing moet nemen, en je doet dat op dezelfde manier, dan kweek je ook op de lange termijn, dus duurzaam, veel meer vertrouwen en betrokkenheid bij die groep. Nou, en we hebben het vorige keer al over gehad, als het je lukt om op lange termijn het vertrouwen bij je groep te krijgen, dan levert dat vertrouwen ook veel meer op, letterlijk in de zin van productiviteit, en letterlijk ook in de zin van minder ziektedagen en minder burn-out. Dat is wetenschappelijk onderzocht en dat is biologisch te herleiden. Dus ja, ik vind dat een prachtige combinatie. En ik kan iedereen aanraden om daar op zijn minst eens even serieus naar te kijken. Zeker in deze tijd, waarin er nog steeds ontzettend veel druk op al die bedrijven staat. En nou ja, je hoeft maar in de krant te kijken, vanochtend ook weer. En er vliegen overal weer honderden of duizenden mensen uit. Nou, dat zijn beslissingen die genomen moeten worden onder druk, maar waar je nog steeds diezelfde mensen die eruit gaan wel bij kan betrekken. Ja. Zodat ze uiteindelijk op een wat prettigere manier de zaak verlaten wellicht. Ja, dat lijkt heel paradoxaal. We hebben ook best een aantal cases al gehad waarbij de afdeling of een bedrijfsonderdeel wat geoutsourced of georganiseerd moet worden, wat bijster intelligent en betrokken meedenkt over wat dan de slimste manier is om dat te doen. Ook met reïntegratie of mobiliteitsplannen. Als je goed uitlegt, als je de empathie toont van we staan voor deze situatie en we moeten deze stap zetten. We willen die slim doen, verstandig, gefaseerd. En we willen snappen wat jullie ideeën daarbij zijn. Dat mensen zelfs die kans maken of het risico lopen, afhankelijk van hun wens, te blijven of weg te gaan. Dat zij bij de groep horen die de organisatie moet veranderen, dat die toch meedoen. En dat is wel. Dus je kunt empathie tonen zonder dat het natuurlijk meteen om gaat om alleen maar zoete woorden te spreken. Want empathie tonen in een bedrijfsomgeving, dat vertel je ook eerder iets over, gaat niet over alleen maar zoete woorden en aaien over bollen geven. Kan je misschien nog tenslotte zeggen hoe je empathie en zakelijke vraagstukken koppelt? Waar leg je de grens? Hoe kun je daar iets over? We zijn wel een paar grenzen. Kijk, de eerste grens die ligt bij de manager of de persoon zelf. Want als jij empathisch gaat lopen doen, zo wordt het ook vaak gezegd, terwijl dat helemaal niet bij je past, of het past wel bij je, maar tot een bepaalde grens, en je gaat die grens over omdat je dat geleerd hebt in een training, want dat komt goed over, dan voelt iedereen al aan dat dat gemaakt is, en dan trapt ook niemand daarin. Dat dus, zit in de biologie van de mens ook. Dat houd die grens gewoon ook aan. Maar en empathie is ook niet van, kom maar even bij me op schoot en ik zal je even troosten of ik zal even een pleistertje plakken en dan is het allemaal weer goed. En, hoe gaat het met je? Weet je wel, dat is wel een vorm van inleving,
Maar dat is in een zakelijke omgeving niet vaak de meest toegepaste vorm van empathie. Empathie is ook dat als er iets moet gebeuren, dat je snapt dat als jij op de positie van die medewerker gaat zitten, en je kunt dat, dat is ook al empathie toon. En je kunt vanuit die positie kijken, wat heeft die beslissing die ik ga nemen voor gevolg voor die medewerker, of voor dat team, of voor die afdeling, dat je dat kunt. En als je op basis daarvan die beslissing aan kan passen, dan krijg je dat team mee. Nou, en dan, als je dat zelf kunt, is dat heel mooi. En heb je daar nou wat moeite mee, zet dan de middelen in die wij onder andere natuurlijk hebben, om dat team er zelf naar te vragen. Want waarom zou dat team zelf niet met een goede oplossing kunnen komen? En nou, laat je dan vooral inspireren door al die medewerkers. En het helpt je als manager ook, want op het moment dat je een beslissing neemt die gebaseerd is mede op de input van zoveel medewerkers, waar die beslissing ook uiteindelijk voor genomen wordt, dan kun je als manager ook veel rustiger naar huis, lijkt mij. Want dan weet je dat je het allemaal niet zelf bedacht hebt. Dan krijg je ook geen emmer stront over je heen. Nee, je weet, jullie hebben hierin meegedacht. En als we deze keus maken, nou, dan staan ze daar voor het grootste deel achter. En dan heb je ook een positieve gevoel wat je daaraan overhoudt. Dat is ook al empathie. Hè? Dus er zitten heel veel gradaties in. Maar daar dus ligt bij het ontwerpen van vraagstukken. Jij zei me ook eens dat vertrouwen en empathie en betrokkenheid van medewerkers is bij elk vraagstuk relevant. Jullie ontwerpen voor een specifiek vraagstuk, ontwerp je, hoe pak je het dan? Wat vraag je wel? In welke fase van besluitvorming zit je? Hoeveel ruimte kun je geven aan de medewerkers überhaupt? Hoe snel wil je de resultaten op tafel? Dus in die ontwerpvraag moet je dit soort facetten meenemen. Wat past bij de cultuur? Wat past bij de leider? Wat wordt verwacht door de mensen? Wat past bij de besluitvorming? De druk die op de organisatie staat? Dat zijn allemaal facetten die je meeneemt in het ontwerp. Absoluut. En we kunnen er ook voor kiezen om bepaalde geledingen in de structuur en de hiërarchie bijvoorbeeld van het bedrijf, om die apart te bevragen, omdat zij een ander standpunt hebben in het bedrijf, een ander perspectief hebben in dat bedrijf. Dus ja, waarom zou het management dezelfde vraag niet op een iets andere manier laten beantwoorden, omdat zij manager zijn? En nou ja, goed, daar kun je allemaal nuances in aanbrengen, maar waar het, zeg maar, overkoepelend over gaat, ja, is dat je doorhebt dat als je de mensen betrekt, en dat kan dus online echt betrekkelijk, letterlijk eenvoudig, dat je dan meer draagvlak hebt voor de beslissingen die jij uiteindelijk dan toch gaat nemen. Ja, en dat lijkt mij een heel rustig gevoel geven. Dus ja, maak daar gebruik van. Dus als je onder extreme druk staat van complexe beslissingen, ja, schakel ontzettend snel de menskracht in. Want je hebt ze hard nodig bij de uitvoering. Ja. Die staat ook onder druk, dus je kunt ze maar beter aan je zijde scharen. Ja. Oké, dankjewel. We gaan de volgende keer weer misschien op een case een keer in. Ja, heel graag. Okay, dankjewel. Goedjes.